Maar goed, ik moet wel zeggen, ik heb wel begrip gekregen voor de huidigerskant in mezelf. Want ik heb natuurlijk een enorme huidigerskant in mezelf. Daar heb ik, en ik heb wel ook wel veel begrip voor mijn vader gekregen. Nou, veel begrip, maar begrip voor mijn vader gekregen. Jawel, en het is niet omdat mijn vader nou overleden is, dat ik nou ineens heel veel begrip heb. Ik had het echt al daarvoor, al wel 2 jaar daarvoor. En, ver daarvoor, want het moet voor mijn vader hartstikke ingewikkeld zijn geweest om in ons een huis te wonen, want mijn moeder en mijn zusjes en ik, wij waren toch wel een heel klein beetje een soort vijandelijk front waar hij elke avond weer naartoe moest. En dan dronk hij zichzelf natuurlijk moed in om s'avonds weer die loopgraven in te gaan. En dan kwam hij dronken thuis en daar werden wij weer niet vrolijker van. En dan weet ik nog wel, dan kwam hij dronken thuis en dan ging hij naar het toilet en dan riep hij mij, "Welterusten." En dan kwam hij terug en zei hij, "Ik ga niet naar bed, ik ga naar het toilet." En dan zei we, "Oh, ga toch lekker naar bed. Dan leed je toch zo lekker." Zei hij, "Nee, want in bed gaan de meeste mensen dood." "Ja, precies," zeiden wij dan. Nou. Ik kon mijn moeder vroeger geen groter plezier doen dan dat ze mij de hele woensdagmiddag in de krullers mocht zetten. Dan zette mijn moeder mij de hele woensdagmiddag in de krullers. Tegen de avond kwam, moest ik dan een jurkje aan. Dan moest ik door de keuken lopen. En als mijn vader er dan intrapte en echt dacht dat ik een nieuw vriendinnetje van de zusjes was, kon mijn moeder niet gelukkig krijgen. Maar dat moet voor mijn vader verschrikkelijk zijn geweest. Om zijn enige zoon elke woensdagmiddag als een travestietje zo door de keuken te zien banjeren. Nee, we hebben mijn vader ook echt wel kapot gemaakt met z'n allen. Nou goed, mijn vader heeft zichzelf kapot laten maken, want zo moet er altijd over nadenken. Moet altijd de schuld bij mij zoeken. Dan moet mijn vader ook de schuld bij zichzelf zoeken. Wij doen dat ook. Wij zoeken de schuld ook bij hem. Ja, dat is een oude familietraditie.